Ik zie het probleem niet. Ik zou graag wat meer argumenten horen. Dat tekort is er al en dat wordt alleen maar groter. Is dat jouw bewijs? Jullie spreken elkaar tegen. Ik ben van tegen naar voor gegaan en dat kwam vooral door de cijfers. Rara, hoe kan dat? Ik vind dat je dit ook veel te lekker. Er zijn mensen het totaal niet mee eens. Wij dachten van niet. Maar in dit geval zijn jullie te gast op het Shell hoofdkantoor. Hartelijk welkom. Welkom aan het Hofstadcollege. Welkom aan het gymnasium Novum. En welkom aan het gymnasium Zorgvliet. Om te beginnen, hartelijk welkom uiteraard ook aan onze baas, Bos. Bos, Jo Peters, former manager van de Amsterdam Shell site. Teun Graafland. Teun is ook een zeer bekende man binnen de Shell-geledingen als het gaat om technologie. En Rianne Honhof, een actief Jetnet-coördinator. Mijn naam is André van Aperen. Ik ben coördinator Jetnet voor Shell in Nederland. En het is met gepaste trots dat ik hier jullie mag welkom heten. Dames en heren, jongens en meisjes, nogmaals van harte welkom op deze Jetnet Meet the Boss debatreeks. Het is natuurlijk allemaal om eens mooi deze film maar eens kennis te maken met de Boss, en dat is Jo Peters. Veel van deze leerlingen moeten studiekeuzes maken. Ze hebben een N-profiel. Zou u ze een advies kunnen geven wat ze eigenlijk moeten gaan studeren? Techniek is iets wat, en dat komt straks ook voor in mijn stelling, en dat hebben jullie ook gezien in de film hier, is iets wat de mensheid uiteindelijk verder brengt. Dus ik denk dat de wereld gebaat is als veel mensen techniek gaan studeren. We kunnen dan langzaamaan gaan naar het eerste debat. Dus over 50 jaar gebruiken we alleen nog maar hernieuwbare energie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat natuurlijke hulpbronnen tot zover worden uitgeput dat de kans zeer groot is dat ze bijna gewoon op zijn. We kunnen overgaan op zonne-energie, we kunnen overgaan op windenergie, we kunnen overgaan op waterenergie. Tegenover een olie-economie kunnen we ook een waterstof-economie opzetten. Het is voor zover ik het weet nog redelijk onmogelijk om genoeg waterstof te creëren om heel de wereld mee te bevoorraden. Een utopie onmogelijk. De voorstanders hebben wat uit te leggen. We kunnen toch gewoon onze hersenen gebruiken en ontwikkelen? Het is praktisch en financieel onmogelijk om dat in 50 jaar opeens allemaal aan te passen. Het kan ook geen kwaad om nu al je kennis te vergroten op dit gebied. 3 minuten op de klok voor de rechters. Wij zouden graag van de tegenstanders andere argumenten willen horen dan alleen maar dat het niet haalbaar is. De laatste 4 minuten gaan dan in voor dit debat. Genoeg andere landen met hun eigen instellingen, eigen energie, die gaan mooi niet meewerken aan dit soort dingen. Ja, ik hoor steeds dingen over te weinig geld. Maar voorlopig hebben andere landen wel genoeg geld om te investeren in al die oorlogen. We gaan eens kijken hoe de jury hier tegenaan kijkt. Wat me opviel was wel een groot verschil in kwantiteit aan reacties. Wat mij opviel aan de voorstanders was eigenlijk dat zij eigenlijk een heel sympathieke insteek hadden wat betreft hun stelling. Hè. Ik merkte toch dat er een aantal verschillende dingen genoemd werden die uiteindelijk toch redelijk overtuigend klonken. Oké, dankjewel. Stelling 2. Over 25 jaar is het drinkwatertekort nijperder dan het olietekort. Het probleem is dat tegenwoordig de aandacht op de verkeerde plek wordt gelegd. In plaats van het dreigende drinkwatertekort ligt de focus op het olietekort. Er zijn veel manieren om drinkwater te produceren vanuit zout zeewater. Voor olie zijn die er niet. Beste rechters, denkt u? Ja, dat is zo. 2,5 jaar worden er meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rechters zeggen ja, dat is zo. Dan zeggen alle andere rechters nee, dat is niet zo. Mag ik daar even de handen van zien? Ja, geen twijfel de rechters. 8 voor, de anderen zijn tegen. Het probleem ligt nu erbij dat er nu al 900 miljoen mensen zijn die drinkwatertekort hebben. Hebben jullie wel eens nagedacht wat er gebeurt met de voedselprijzen als de olie op is? Is het niet zo dat een olietekort meer een luxe probleem is? Onze voorouders douchten ook niet iedere dag. Onze voorouders wasten hun handen niet zo vaak als wij nu doen, waardoor het water dus opgaat, wat we dus zouden kunnen besparen. Vragen van de rechters. Ik ben eens met mijn collega dat er te weinig argumenten zijn gegeven waarom een drinkwatertekort zou zijn. Op het moment hebben al 9 miljoen mensen een drinkwatertekort. En over 25 jaar zullen 4 miljard mensen een drinkwatertekort hebben. Er moet iets veranderen en daar zijn wij dus voor. Dit is niet op te lossen en daarom is het zoveel nijpender. Helemaal omdat het hier om levensbelang gaat. Dank u wel.
Ik ben nog steeds voor omdat ik jullie argumenten beter vond. Maar ik wil wat als advies geven dat het niet handig is om met zoveel cijfers aan te komen. Want die zijn inderdaad nu niet controleerbaar. Teun Graafland, wat viel op in het debat en een tip voor de debaters? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het een lastig debat vond. Zo nu en dan was ik wel eens even de draad kwijt van wie is nou voor wat en wie is tegen wat. Het was ook iets helderder en iets dieper dan de vorige keer, denk ik. En kwantitatief beter gebalanceerd. En ik heb ook al een aantal kandidaten gevonden voor de meest gepeperde uitspraak en de uitglijder. De mens is de oorzaak van de klimaatverandering. Mag ik de handen zien van de rechters die het daarmee eens zijn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 voor, 6 tegen. Altijd wordt de mens wederom als schuldig aangewezen. Wij vragen ons af of deze aanname wel ergens op is gebaseerd. Er zit normaal 10.000 jaar tussen twee ijstijden. Nu zit er al veel langer tussen. 13 blunders van het IPCC. Volgens mij is dit totaal ontkracht, dank u wel. Dus die klimaatverandering was er toen ook al, voordat de mens er was. Dus inderdaad, zoals Sjoerd al zei, de klimaatverandering is de oorzaak van de mens. Ik wil nog even benadrukken, klimaatverandering zijn wel normaal, maar deze is extreem. De mens is de oorzaak van deze klimaatverandering. Oké, is de mens de oorzaak van de klimaatverandering? Mag ik de handen zien van de rechters die zeggen ja, dat is zo. Mag ik daar nu de handen voor zien? Niet één rechter is overtuigd. Betekent dat alle rechters dan tegen zijn? Mag ik de handen zien van de rechters die tegen zijn? Nou, ik vond vooral de stellingen die die jongen opnoemde gewoon heel goed en sterk. En dat was zeg maar waarom ik overging. Ja, ik was eigenlijk al tegen, maar de groep die tegen was, die bevestigde dat ook. Want er zijn gewoon te veel andere oorzaken van de klimaatverandering en dat is niet alleen de mens. Een heel levendig debat dit keer met ook een zeer actueel thema betreffende dat rapport. Waarvan ik vond dat er in het begin wel erg veel over gepraat werd. Ja, ik hoorde allerlei zaken die toch interessant waren in mijn optiek. Ik was ontzettend voor en ik vond het dus erg leuk om de goede argumenten tegen ook te horen. Want ik vond dat het erg goed voorbereid was van alle kanten. Jullie hadden allerlei argumenten verzonnen en goed voorbereid. En iedereen deed mee. Dus erg leuk. Techniek lost het probleem op van onze energietekorten. Ik ben hartstikke voor deze stelling. Techniek gaat het probleem oplossen. Er is de geweldige uitkomst waterstof waar ik echt heel erg in geloof. Nou, de Bas die zei, het is een groot aandeel. Het is een groot aandeel, maar het lost niet alles op. Het is 60% techniek, 40% wilskracht. Toen we nog geen techniek hadden, lang geleden, hadden we ook geen energietekorten. Dus techniek heeft het gewoon veroorzaakt. En bovendien, om die problemen op te lossen, kost het zoveel energie dat je al die energie verloren bent. Techniek gaat ons helpen om die energie te produceren en om het klimaat te beschermen. En niet andersom. Techniek kan alles oplossen. We hebben ruimtevaart en zo. We kunnen ook van andere planeten misschien onze grondstoffen of onze behoeftes halen. Ik denk dat met alle technische ontwikkelingen van nu juist ook het energietekort juist ook weer kan oplossen. Daardoor als het veroorzaakt heeft, kan het ook weer oplossen. Nou, ik wil even zeggen, energie gaat nooit op. Energie wordt alleen omgezet. Het gaat van warmte bijvoorbeeld naar licht of andersom. Een mens vandaag wil geen Neandertaler meer zijn. En dus is techniek nodig om aan de behoeften van die mensen te voldoen. De mens gebruikt per definitie techniek. Het is gewoon zo. Geen techniek, geen mens, geen techniek. Wat ons betreft was de meest gepeperde uitspraak die op het laatste werd gemaakt door het meisje met dat groene t-shirt. Ten aanzien van ontwikkeling daarvan, dat gebeurt door 60% door technologie en 40% door gewone inspanning. En dat vonden we helemaal. Ten eerste denk ik dat er een heleboel hele goede debaters zijn hier in de zaal. Ik denk dat er een heleboel mensen goed zich hebben voorbereid, goede argumenten hebben gegeven en heel hard hebben nagedacht voor wat ze hebben gezegd. Interessante ontwikkelingen die we hebben gehoord. Wij hebben na goed juryberaad en na 3 keer van mening te zijn veranderd, hebben besloten om toch uit te geven aan de jongen die daar op de hoek zit met de streep in zijn shirt. Nou, ik zou nog graag mijn ouders willen bedanken en iedereen die me heeft gemaakt zoals ik ben. En je weet wel wie je bent. Laat ik beginnen met iedereen en alle scholen te bedanken dat ze hier waren, dat ze mee hebben gedaan. En voor een debat, een geweldig debat, dat eigenlijk steeds beter werd. De punten zijn geteld. Het ligt heel dicht bij elkaar. En dat betekent dat nummer 3 en nummer 2 ook heel erg goed waren. De winnaar echter is het Novum Gymnasium. Wow.